Syfilis krijg je via onveilige seks. De syfilisbacterie gaat in het slijmvlies van de penis, vagina, anus of mond zitten en veroorzaakt daar een ontsteking. 2 tot 12 weken na besmetting begint het eerste stadium van syfilis. Er komt een harde rode zweer op de penis, in de vagina of in de anus. Omdat de zweer meestal geen pijn doet, merk je het niet als je hem niet ziet. De zweer kan ook op je lippen of in je mond ontstaan. Dan is zoenen ook besmettelijk. Soms kunnen er op je huid zweertjes komen, bijvoorbeeld op je vingers als daar al kleine wondjes zitten. Vaak zitten er dikke klieren in de buurt van de zweer. Je voelt dan knobbels, bijvoorbeeld in je liezen. De zweer verdwijnt vanzelf binnen 1 tot 3 maanden, maar de ziekte blijft doorgaan en je blijft besmettelijk. Word je niet behandeld, dan begint na 3 tot 8 weken het tweede stadium. Je kan grieperig worden met koorts, spierpijn, gewrichtspijn, hoofdpijn, keelpijn en moeheid. Je kunt vlekjes krijgen die niet jeuken, kale plekken tussen je haren, last krijgen van je ogen of wit-grijze, vratachtige bolletjes bij penis, anus of vagina. Ook dit kan allemaal verdwijnen. Je kan je dan prima voelen, maar de syfilisbacterie zit dan nog steeds in je lijf. Word je nog steeds niet behandeld, dan kunnen de syfilisbacteriën 2 tot wel 30 jaar slapend in je lijf blijven. Na die tijd begint het derde stadium. Je kan dan erg ziek worden met overal ontstekingen. De syfilisbacteriën kunnen zelfs in je botten en in je hersenen gaan zitten, waardoor je verward, verlamd of in coma kan raken. Sommige mensen merken niets van het eerste en tweede stadium en zitten opeens in het derde stadium. Pas 3 maanden nadat je syfilis hebt gekregen, is het in je bloed te vinden. Heb je een syfilissweer, dan kan de bacterie eerder worden aangetoond met een uitstrijkje van die zweer. Syfilis is te genezen met antibiotica. Je krijgt meestal 3 injecties, elke week 1. Of je krijgt een pillenkuur van 2 weken, 2 maal per dag. Zorg dat je de eerste week na de behandeling geen seksueel contact hebt. Zorg dat je seksuele partner of partners ook behandeld worden. En blijf daarna veilig vrijen. De eerste 2 jaar na behandeling tegen syfilis wordt je bloed om de paar maanden gecontroleerd.